This show is sponsored by Venom, Al Shearer Stables Abu Dhabi en Super Pro Samui Thailand. Oké, dames en heren, beste kijkers, hartelijk welkom op, bij de World of Combat Sports. Mijn naam is Tom Wesseling en ik heb het voorrecht, wederom, om twee enorme toppers bij mij aan tafel te hebben. Dat zijn Shalina Sherino en Mohamed Simsek. Hartelijk welkom. Dankjewel. En laat ik gewoon zeggen, hoe is het met je? Hoe gaat het? Begin ik? Ja, ik begin. Ja, zeker. Ladies first. Mij gaat goed, hoor. Ja. Ja, lekker. Lekkere voorbereiding. Ja, gaat top. Ja? Mm-hmm. Mohamed? Ja, gaat gewoon goed. Alles op schangetje. Volop aan het trainen. Mm-hmm. Sinds kort begonnen met een opleiding. Dus ook school en trainen. Oké, okay. Daar kom ik zo nog even op terug. Ja. Hey, want laten we wel wezen. De wereld staat niet stil. Er gebeuren heel veel dingen in de wereld. En dan heb ik het met name over Syrië en Turkije. Ja. En alles wat daar gebeurt. Mohamed, jij bent van Turkse komaf, hè? Ja, precies. Hoe ervaar jij dit? Ja, het is een verschrikkelijke ramp geweest. Afgelopen 100 jaar de grootste aardbeving gebeurd in Turkije en in Syrië. En we zijn mentaal echt niet goed geweest die dagen. Ja. Ja, we hebben ons best gedaan. Kleding verzameld, geld verzameld, opgestuurd. Ja. Maar het was wel even moeilijk. Oké. Okay. Ja. Okay. En heb je het meegekregen, maar ja, wat doet het met je? Ja, verschrikkelijk nieuws natuurlijk. En het doet pijn. Ja. Ja. Echt verdrietig om te zien. En ook, ik weet niet hoeveel doden er nu zijn, maar het aantal stijgt. Ja. Ja, het ontroerend. Het laatste nieuws was 40.000 doden. Ja. Ja, het overstijgt eigenlijk al je rationele gedachten eigenlijk, ja, hè? Zeker. Ja, zeker. Hey, ik wil ook absoluut zeggen vanaf deze zijde dat we met het gehele Enfusion team en ook met de vechters en iedereen die daaraan meedoet, weet alstublieft dat wij met gedachten en ons hart in ieder geval ook bij de mensen zijn die daarmee die getroffen zijn, de mensen die daar mee te maken hebben. En weet dat we aan u denken, op wat voor manier dan ook. Toch? Zeker weten. Ja. 100%, ja. Hey, als we toch, op wat voor manier dan ook, weer teruggaan naar de orde van de dag. Naar de realiteit, naar het hier en nu. Dan zijn we ons eigenlijk aan het focussen op 4 maart. 4 maart en Fusion in Alkmaar. Mm-hmm. Nou, wat doet het met je? Wat voel je? Krijg je al prikkels? Zeker weten, ja. Ik kan niet wachten eigenlijk. Nee? Nee. Heb je er zin in? Zeker. Ja. Oké, en waar uitzicht dat dan in? Ja, het is gewoon, het is vlakbij huis, weet je, het event. Dat is wel lekker. Amsterdam, Alkmaar, niet zo ver. Ja, ik heb gewoon lichte spanning. Lichte spanning, begint die? Ja, lichte spanning, ja. Ja? Ja. Oké, en jij, Mohamed? Ja, ik vind het ook wel spannend. Ik mag weer vechten, dus elke wedstrijd is een nieuwe uitdaging voor mij. Mm-hmm. En nu moet ik tegen een Turkse jongen. Dat is ook leuk natuurlijk. Ja, ja, vind je dat leuk? Of maakt jou dat uit of niet? Het maakt me eigenlijk niet zo veel uit tegen wie ik sta. Ja, alleen voor het publiek is het wel leuk natuurlijk. Turkije tegen Turkije. Dan zien we wel wie de beter is dan. Cengizhan. Ja. Ja, hè? Ook, ik heb gezien, volgens mij, hij heeft 11 partijen. Hè? Hij heeft 1 keer verloren. Jij hebt ook 1 keer verloren. Ja. In jouw ranking. Hè? Neem ons nog eens mee terug naar dat moment met onze vriend Daalman in Arnhem. Ja, het was een hele, ja, hoe moet ik het zeggen, ja, een verschrikkelijke dag en ook een leuke dag natuurlijk. Want ja, heel veel geleerd die avond van die verliespartij. Ja. En ja, na die partij natuurlijk doorgezet met trainingen en mijn wedstrijden. Ja. En na die partijen, allemaal partijen gewonnen op knock-out. En die wil ik gewoon, die lijn wil ik doortrekken. Ja, want je staat nummer 1 gerankt nu, hè? Als je het hebt over Enfusion, hè? Daalman de titel en jij staat op nummer 1. Dus, ja. Nou ja, ik heb geen glazen bol, maar ik ga er maar eens vanuit dat jij hem nog wel een keer gaat treffen. Dus voor die titel. Want Daalman moet feitelijk voor een bepaalde datum, voor juni ergens of zo, moet hij een keer die titel gaan verdedigen. Ja, ik kijk er zelf ook echt naar uit. Ik heb hem ook een paar keer uitgedaagd. 1 keer in de ring. Ja. En ik wacht gewoon heel lang op die rematch. En ik hoop dat hij ook binnenkort wel komt.
Ja, oké. Okay. Hey, en toch, ik kom zo bij jou, Janina. Mm-hmm. Want we blijven heel even in het hier en nu. Hè. Die Chingizhan, ja. Die heeft ook tegen Belachen geknokt. Hè. Jullie hebben allebei op knock-out gewonnen. Heb je hem bestudeerd? Of hoe werkt zoiets? Ja, ik was die dag ook erbij. Ja. Ik heb naar de partij gekeken. Hij is geen slechte jongen. Hij is iemand die naar voren gaat. Ja. Maar ik ben ook niet iemand die komt om punten te maken. Dus ik ga ook sowieso voor de winst natuurlijk. En ook voor de knockout. Iedereen weet dat ik gewoon stoot heb van Kanon. Dus die gaan we ook die dag gebruiken. En maakt niet uit wie het is. Kanon. Dus, de guns. Ja, sowieso man. Ja, altijd. Ja. Mooi man. Oké, super. Celina, ja. Jij staat tegen Shannon Hoogendijk. Heb je al twee keer eerder tegengestaan? Ja, in die jeugdklasse. Ja, en nu? En nu? Ja, het is een andere tijd. We zijn volwassen nu. Ja. Ja. Ik ben nu 13 A-partijen verder. Dus ervaring rijker natuurlijk. Mm-hmm. Ja. Hey, want kun jij ons eens meenemen in jouw dagelijkse leven? Of eigenlijk nog daarvoor? Je hebt wat tegenslagen gehad hè, in het kickboksen of in je leven. Kun je daar iets over vertellen? Wil je daar iets over vertellen? Ja, ik heb een aantal partijen heb ik weten te verliezen. En dat is een ongelukkig moment natuurlijk. Mm. Maar vooral als je in je privéleven veel speelt. En daar moet je er dan weten uit te klimmen. Ja. Ja. En ja, natuurlijk is dat niet leuk. En het motief is gewoon om door te blijven gaan, doorzetten. Iedere keer als het niet lukt, toch doorgaan. Ja. En daar hou ik me gewoon aan vast. Maar dan gebeurt er weer iets. En dan kan het fataal zijn. Dus ik heb een ongeluk gehad in oktober 2021. Ja, 21, ja. Mm-hmm. Scooterongeluk. Ik werd geramd van achter door de auto. En toen belandde ik zeg maar tegen een lantaarnpaal aan. En ja, toen zag ik even niks meer. Heb ik 2 dagen in coma gelegen. En toen ik ontwaakte, toen had ik mijn heup gebroken, mijn kaak gebroken, neus, erge hersenschade. En kon ik het bijna niet navertellen. Nee. Ja, dat is eigenlijk op dat moment stort gewoon je droom eigenlijk in. Ja. En het eerste wat ik eigenlijk dacht is van, ik ga nooit meer kunnen vechten. Heel stom eigenlijk, maar het is wel wat ik dacht. En doktoren zeiden ook, ja, misschien ook niet heel handig, weet je. Je moet weer leren lopen, je moet weer leren bewegen. Ja. En in die tussentijd kwam ik ook heel veel aan. Dus ik zag het eigenlijk ook niet meer echt zitten, want je hoort alleen maar negatieve dingen van kanten en... Of tenminste, in jouw oren dan negatief, maar ja, niet wat je wil horen dus. Je wilt horen van, oh, het gaat wel lukken en zet gewoon door en kijk over een jaartje, kijk over 2 jaartjes. Maar dat is wat ik niet hoorde. Ik hoorde alleen van, nou, beter niet en denk aan je gezondheid en neem rust en neem je tijd. En ik maar denk van, ja, ik heb die tijd niet. Ik wil gewoon vlammen, ik wil gewoon kijken waar... waar ik nog door kan zitten. Mm-hmm. Dus ik heb niet geluisterd en ik dacht gewoon, weet je wat, ik ga wel revalideren, ik ga herstellen. En dan ga ik kijken van of het me nog gaat lukken, überhaupt. Zo gezegd, zo gedaan. En nu zit je hier? Nu zit ik gewoon weer hier. Op de vooravond van je partij? Ja. Fijn man. Ik vind het echt fijn dat je erbij bent. Dank je wel. Ik vind het mooi dat je dat met ons deelt op deze manier. Ja. Oké. Dus je hebt je hart gevolgd. En dat is eigenlijk kan een hele wijze les zijn voor heel veel mensen met tegenslagen, toch? Tuurlijk. Als je een droom hebt, moet je gewoon je droom achterna volgen. Ga gewoon in een rechte lijn. Er zullen altijd wel obstakels zijn, maar daar moet je gewoon overheen zetten. Voorwaarts. Ja. Oké, super. Hey, als we het hebben over voorwaarts, Mohamed. Jouw stijl, ik bedoel, iedereen kent jouw stijl. Die is over het algemeen voorwaarts. Hoe bereid jij je voor op deze partij? Wat doe je bij de Dragon Gym in Den Haag? Vertel eens, hoe ziet het vandaag eruit? Mo die staat 's ochtends op, die doet een keer knik-knak en dan? Ja, dan beginnen we met onze ochtendtraining. En, ja. Ja.
En dan beginnen we gewoon met de ochtendtraining, gewoon met de bokszak. Ochtend doen we bokszak, avond doen we technieken. Ja. En ja, zo gaat het eigenlijk. Onze geheim is eigenlijk dat wij gewoon heel hecht zijn aan onze bokszaktrainingen. Mm-hmm. En daardoor harde vuisten krijgen. Harde vuisten? Ja, en okay. Het komt ook natuurlijk wel van nature ook natuurlijk. En dat we gewoon elke dag doorknallen. Ja, 7 dagen per week of wat? Ja, 6 dagen per week. 6 dagen per week. Ja, 1 dag rust. Ja. Oké. Okay. Geen geheim meer. Ja, geen geheim meer. Geen geheim. Er zijn wel andere geheimen, maar die gaan we natuurlijk niet vertellen. Nee. We hoeven niet alles te weten. Nee. En jij, Shalina? Je bent bij Force Gym, daar kwam je oorspronkelijk vandaan, toch? Ik heb 10 jaar bij Force Gym gezeten, ja. En ik zit nu bij Days Gym. Ja. 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 Okay. Mooie tijd gehad. Ja. Maar op het moment dat je de plafond bereikt, moet je gewoon verder kijken. Ja, moet je? Oké. Okay. Ja. Ja. Als je niet meer kunt... Ik zit nu bij Days Gym, mm-hmm. Goed op mijn plek. Hecht team. Loyaliteit speelt vooral een rol. Ja, mooi hè. Want Brandon vecht ook natuurlijk dezelfde dag. Ja, zeker. Ja. Hoe is dan... krijg je genoeg aandacht op de dag zelf en Brandon ook? En hoe werkt zoiets? Iedereen heeft gewoon zijn dag, zijn tijd, zijn uur, weet je, om even die specifieke punten te pakken. Mm-hmm. Maar vooral in de groepslessen zijn wij gewoon altijd aanwezig en motiveren we elkaar vooral. Ja. Ja, we zijn echt gewoon een team en als team gaan we gewoon ook winnen. We hebben ook Nino de Wit, die ook moet vechten. Ja, ja, ja. B-klasse jongen, dus we gaan gewoon voor 3-0. Leuk, hè? Ja. Gaaf. Ja. Hey, want op dezelfde dag dat Infusion is, hè, die 4 maart, wordt ook dat Eat TKO gelanceerd. Hebben jullie daarvan gehoord weer? Ja, zeker. Ja. Ja, dus dat is eigenlijk, ik ben al een oude stoempert, hè, zeg ik dan maar. Kijk, vroeger had je natuurlijk de K1 en die hebben jullie wellicht ook meegemaakt. Zo is het niet. Alleen had je dat systeem, dat toernooi, die toernooivorm. Wat vinden jullie daarvan? Wat vind je ervan, Lina? Nice. Ja, nice. Echt top. Ja, okay. Leuk. En wat vind je er zo mooi aan dan? Zo ja, interessant? Weet je wat het is? Je ziet soms partijen en dan denk je van ja, oh, die gaat vast winnen of die gaat winnen. Maar nu, ook met die loting, ik weet mijn god niet wie gaat winnen. Snap je? Wie in de finale gaat komen. Nee. Dus en bepaalde mensen die gematcht staan, denk ik, oh, ik weet het gewoon niet. Maar je zou het wel kunnen voorspellen. Ja, tuurlijk wel. Dat wel. Oh ja? Dat wel, ja. Maar het is niet simpel of zo. En je ziet ook verschillende stijlen. Kijk, ja. Dat was bij K1 dan. Je ziet verschillende stijlen tegenover elkaar. Mm. En dat is ook wat je nu gaat zien. Ja. Dus wel leuk. En Mohammed, jij? Ik vind het wel een leuke platform. Ook uitdagend voor de vechters. Daar hebben ze ook motivatie om te vechten, om te trainen. Ja. En wat Shalina zei, het is echt moeilijk om te voorspellen wie gaat winnen. Ja. Want daar zijn echt... hele goede vechters. Ja. Ja, en ja. Zeker. En om eens een hele duidelijke uitleg te krijgen van wat het nou inhoudt, die Eat TKO, kijk dan vooral op de site. En daar staat punt gaaf en staat daar heel uitgebalanceerd weergegeven hoe het systeem werkt. De vierde van maart is de 70 kilogram divisie. Mm-hmm. Of de ooit een dames divisie komt, dat weet ik niet. Het moet, hè? Ja. Moet wel. Dus daar gaan we op pushen. Alleen een 61 kilogram divisie, die komt er wel. Ja. En zou je daar aan mee willen doen? Ja, 100%. Ja, toch? Ja, zeker. Ja. Ja. Het is voor mij altijd beter, toch? Gewoon lekker vechten en laten zien wie ik ben. Ja. Heb je wel eens een toernooi gedraaid? Ja, maar niet met veel vechters. Maximaal 4 man's toernooi gedraaid. Oh ja. Ja. En jij? Ja, vaak genoeg. Ja, hè? Ja. Wat vind je het verschil met een losse partij? Ja, ik snap dat je dan vaker moet knokken, dat snap ik. Maar bereid je dan anders voor? Ga je er anders in? Of hoe werkt dat? Ben je gereserveerd op bepaalde technieken? Gaat, als je zeg maar 4 dames toernooi hebt, dan vecht je dan 2 partijen. Mm-hmm. Dan, je kijkt altijd naar die finale, snap je? Dus je gaat de eerste ronde altijd sparen. En die finale wil je sowieso halen. Maar ja. Oké. Okay. Geen maar eigenlijk. Nou ja, dus het is wel hard. Misschien kunnen we de heren van Os, Edwin en zijn zoon Michael, die zien misschien ook wel iets in een dames toernooi. Al is het wel lastig misschien om 16 dames bij elkaar te krijgen in één toernooi. Hè? Misschien moet je dan beginnen met een Final 8 of whatever. Ja. Maar goed,
Ik heb sowieso geen 16, misschien 4, 8. Ja, in ieder geval een toernooi voor. Ja, ja, zou wel leuk zijn. Maar jij hebt me toch getriggerd, Julina. Ja. Want ik ga toch, ja, ik ga die matchmaking erbij pakken. Want jij hebt het wel over dat voorspellen. En dat vind ik toch wel mooi. Want als ik nou, ik noem gewoon de partijen eens op en dan wil ik eens weten wat jullie ervan vinden. En als je zegt, ja, ik ken de vechter niet goed genoeg of wat, dat kan natuurlijk ook. Gaan we samen kiezen? Ja, is goed. Tuurlijk, ja? Ja? Oh ja, moeten jullie het samen overeenkomen? Ja, oké, nou. Moeten we goed komen, toch? Ja, 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 ja. Hey, we hebben een partij staan die gaat tussen Younes Smiley en Tadeusz Ruzicka. Smiley? Ja, ik denk toch Smiley, want ja, de tegenstander ken ik niet echt. Dus we gaan, oké. Okay, ik weet gaan dat Smiley wel knokker is. De kwaliteiten van Smiley. Ja, ja, zeker. Wel. Smiley. Oké. Okay. Youssef El Hadji tegen Angelo Vulpe. Ja, dat ken ik ook niet. Maar die wordt een rematch. Ja? En ja, en ze hadden tegen elkaar een keer gevochten. Lief gewonnen. En Youssef El Hadji had gewonnen op TKO. Dus ja, ik denk toch dat Youssef El Hadji weer gaat winnen. En die El Hadji is ook een handige gozer, hè? Ja, hij is lang. Ja, die, en ik vind sowieso dat kamp van Shabrani, zeg maar. Dat zijn dan allemaal goede knokkers. Die hebben natuurlijk ook een hecht team. Die met elkaar veel sparen en veel trainen. Mm-hmm. En die elkaar op een bepaalde hoogte kunnen brengen. Ja. En kunnen houden wellicht. Oké, okay. El Hadji, het voordeel. Ja, El Hadji. Ja. Hey, Milan Pales tegen Enes Aras. Oeh, is moeilijk. Ja. Ja, ik weet dat Milan Pales heel lang heeft gedraaid. Echt een ervaren vechter. Ja. Maar ik denk toch dat Enes Aras wel echt gedreven is en komt om te knokken. Ja, maar ik denk, en als je het hebt over over ringroest, hè? Ringen. Ja. Ik denk dat Aras wat minder, net wat jij zegt, de laatste tijd, zijn laatste partij moet ik nakijken. Dat? Ja, ja. Weet ik, maar die Pales is ook een harde gozer, hoor. Ja. Harde gozer. Hij gaat niet snel neer of zo. Hij komt wel om te vechten, maar Enes heeft wel kwaliteiten. Ja. Leuke gozer ook, die Aras. Ja, lieve jongen. Ja, ja, zo'n hele leuke gozer, ja. Nou, ik zeg Aras dan. Ja, ik ook. Ja? Ja? Ja. Tof Aras. Hey, dan hebben we Lorenzo Geuring tegen Jordi Laret. Ik denk Jordi. Ja? Ja. Want? Ik weet niet. Ja, ik weet niet. Mag ik gewoon een mening geven? Ja, tuurlijk, man. Tuurlijk, ja, zeker. Ik vind Lorenzo niet echt compleet. Oké. Okay. Ja. Ja. Hele lieve jongen. Maar ja, zeker. Ik weet niet. Misschien. Ja, misschien wel, misschien niet. Ik weet niet. En onbeslist is extra ronde of niet? Onbeslist is extra ronde. Ja. Ja, want uiteindelijk er moet een winnaar uit de Final 8 komen. Ja. 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 Ja, ik weet het echt niet. Ik ken Lorenzo wel als vechter, mm-hmm. Jordi niet. Ja, die ken ik wel. Dus ik zeg Lorenzo, ja. Oké, okay. Dan zijn jullie het niet eens. Nou, nu ja, komt er één die kan. Hé, hey, deze kan ik er zo. Die kop ik er zo in, hoor. Brandon Vos. Brandon Vos. Ja. Maakt niet uit tegen wie die staat, hè? CLS. Nee, CLS, oké. Okay. Nee, say no more. Het is wel weer rematch, hè? Ja, zeker. Rematchpartij. Ja, zeker. Die zeker is ook wel goed. Ja, ja, allebei. Dat wordt een toppartij. En nou goed, we hebben Brandon Vos ook in een podcast. En hij is een mooie, mooie gozer. Fijne gozer, leuke vent. Heel lief. Heel respectvol. Ja, ja, zeker. Nou, dan hebben we last but not least, dat is een mooie pot denk ik ook, Amir Abdullahad tegen Fouad Chabari. Moeilijk. Ja, ik vind het echt een moeilijk. Deze is echt lastig. Want allebei zijn echt goed. Ja. En zijn allebei gedreven, jong. Ja. Ja. Ik, wie ga jij? Ja, ja. Ik ga toch voor Amir, ja. Dat denk ik, dat is mijn, Ja? Ja. Oké. Okay. Maar ik weet dat Fouad ook, handig ook heel is goed is. En voor vervelend. En voor de mensen die het niet weten, ik heb ooit tegen hem ook gevochten in de nieuwelingklasse. Maar dat was ook lichter. Ja. Maar toen was hij ook heel goed. En hij is echt een complete vechter. Ja, ja. Dat wel. Hij is bij Superpro's en moet je nu aan het voorbereiden als Jabari. Oké. Okay. Ja, dat is ook wel goed, ja. Ja, wel lekker. Ook wel nodig. Ja, ja, snap het. Ik ook wel, al zou ik alleen al voor het water dragen, dat maakt me ook niet uit. Oké, okay. Hey, even. Maar ik zeg gewoon voor trouwens. Jij zegt Fouad? Ja, ik denk het wel. Ik zeg Amir. Oké. Okay. Ja. Nou, we zijn het dan niet helemaal over elkaar. Nee. Maar dat maakt niet uit, we gaan het allemaal meemaken. Oké, okay, en dan is het dus 4 maart. Het mooie is, 4 maart breken we de ring af, bouwen we de kooi op. Want 5 maart
gaan we in dezelfde locatie, in dezelfde venue, genieten van ICI. Harjuli, die dan het gaat opnemen in een MMA-partij, ja, tegen, ja, let wel, de beul van Napoli. De beul van Napoli is het, Raya. En zorg dan dat je erbij bent, want het wordt knallen daar in die kooi bij ICI. 5 maart. De mensen die voor jullie komen kijken. Shalina, ik begin bij jou. Ja. Wat zou jij die mensen willen vertellen? Ze komen toch wel kijken, dus die kaartjes hebben ze al. Maar ja, jullie gaan een hele andere Shalina zien. Echt, ik ben weer terug op 57 kilo. Dus dat wordt gezellig, wordt leuk. Ik ga met de winst naar huis, zoals altijd. Oké. Ja, spektakel. Mooi. Ik heb er zin in. Nou, dus ik hoop ook dat ze er zin in hebben. En ik zie ze daar. Dat is alleen maar goed. Ja. En Mohammed? Ja, een kopje kaart zou ik zeggen, want het wordt een spectaculaire avond. En ik ga sowieso weer vuurwerk brengen. Dus ja, voor de mensen die nog geen ticket hebben gehaald, koop je ticket en wees zeker daarbij. Ja. Want het wordt zeker vuurwerk. En we gaan sowieso, wij twee gaan sowieso voor de winst. En ook knock-out. Winning team. 100%. Winning team. Ja. Oké, okay. We gaan het meemaken. Ja. Allemaal op 4 maart aanstaande in Alkmaar en Fusion. Ja, zorg maar gewoon dat je erbij bent. Want ja, als je daar niet bij bent, dan hou je niet van vechtsport. Zo simpel is het ook. Houd de socials in de gaten. Dan hebben we het over Facebook, Instagram, Twitter. En natuurlijk fusionlive.com voor de laatste updates en zaken die ertoe doen. Houd ook vooral de docu in de gaten. Hè. De docu van Fusion die in Thailand is opgenomen. Die wordt binnenkort gereleased. Dus lekker voor de tv met een zak popcorn en een colaatje. We zien elkaar. 4 maart aanstaande bij Fusion. Toi, toi, toi. This show is sponsored by Venom, Al Shearer Stables Abu Dhabi, and Super Pro Samui Thailand.